Garcela. Garcela, goede trap. Ja, sterk begin van Mehdi Garcela. Berrier. Daar zat Philippe goed tussen. Nu Syriac. Zelfde actie maken moet hij doen. Duidelijke overtreding van Dalen. Dat moet hem een kaart kosten normaal. En die gaat Colmon ook trekken. Dacour met zijn ervaring komt die kaart ook eisen. En ze komt heel terecht. Geel voor Karel Dane al vroeg in de wedstrijd. Ja, Karel Dane mag al bij al misschien toch ook wel blij zijn dat het niet rood is geworden. Want dat had zeker gekund. We zijn nog geen 8 minuten ver. Dacour neemt de vrije trap op de lat. En dan is het een doelpunt. Syriac scoort. De vrije trap van Dacour op de lat. En dan is het Syriac die het kwikst reageert. Via een verdediger nog gaat die bal tegen de netten. Kohibi Syriac uit Ivoorkust. Amper 1,72 meter zowat is hij groot. En hij heeft zijn eerste doelpunt gemaakt in de Belgische competitie. Syriac goed bewogen. Jovanovic met zijn tweeën naar dezelfde bal. Syriac. Knappe bewegingen. Maar ja, dan waren ze met z'n drieën al daar van Zultewaregem. Publiek heeft begrip. Logisch voor zo'n jonge gast. Goeie bal tussendoor van Berrier. Chevalier. Daar probeerde nog Rocha hem te pakken. Carcela. Wat een explosiviteit. Schitterende actie van Mehdi Carcela. En nu Jovanovic. Syriac aan de buitenkant. Syriac. Syriac en scoort weer. Ja, 2-0. 32e minuut. Maar er is gevlacht. Wat jammer. Wat een fantastisch doelpunt was dit geweest in opbouw en in afwerking. Mehdi Carcela daar aan het toveren tussen drie man. Ja, hij gaat er weer bij zijn. De volgende Interland ongetwijfeld. En dan is het millimeterwerk heel moeilijk te zien. Maar hij telt dus niet. En dan de overkant. Is daar de 1-1. Strafschop van Hout. Ja. Van Hout op Makiese, een strafschop. En zo kan het in plaats van 2-0 nu 1-1 gaan worden. Binnen 30 seconden, zeg maar. Wat is dit voor een wedstrijd? De diepe bal verlengd door een voor. En dan Makiese een hele duidelijke strafschopfout. Makiese of Van Hout. Van Hout pakt de strafschop. Wat hij in Kortrijk al een aantal keer deed in de bekercampagne vorig seizoen. Doet hij nu ook voor Standaard in de competitie. Strafschoppen stoppen. Chevalier. Chevalier makkelijk voorbij Rocha. En nu kijken Chevalier. Goed gekeken. Berrier. Ja, die bal botst net voor hij hem neemt. Maar deze moet altijd in het kader. Uitstekende bal van Berrier. Goeie aanname Makiese ook. Makiese met Marcos. Goeie bal tussendoor. Roland moet scoren. En doet dat heel beheerst. En dan staat Zultewaregem volkomen terecht. Een minuut voor de rust op 1-1. Na een overweldigend begin van Standaard kon Zultewaregem met evenwicht herstellen. En kreeg het ook een aantal echt goede kansen. Liet het ook een strafschop nog liggen. Een open kans voor Berrier. En nu eindelijk wat de bezoekers al lang verdienen. Een gelijke stand. Heel erg beheerst Roelands na een zeer knappe aanval. En zo gaan we volkomen terecht met een 1-1 stand de rust in. Van Nieuwenhuizen. Goed storingswerk van Zultewaregem. En nu verzorgd in de aanval Buijsen. Kijk eens hoeveel ruimte Roelands. Vandaar kan hij scoren. Van Hout lag er al een tijdje in de hoek. De hoekschop komt eraan. En dan ja, door, ik dacht, Chevalier opnieuw op zijn ploegmaat een voor gekopt. Zultewaregem is gewoon de betere ploeg in deze tweede helft. Zonder dat er heel veel acuut doelgevaar van komt. We zitten in de laatste 5 minuten. Carcela met eindelijk is een hoekschop voor Standaard. En dan doet Nikijzer het nog bijna. Diep in de toegevoegde tijd. Nog een vrije trap voor Zultewaregem. Berrier uiteraard achter de bal. Hij probeert het ineens. Van Hout met nog een redding. Maar het zal dus 1-1 blijven. 1 Standaard Zultewaregem na een eerste helft om duimen en vingers bij af te likken. En een tweede die veel minder was, waarin Zultewaregem het eigenlijk heeft nagelaten. Een volledig ontredderd Standaard af te maken.
vierde keer dat Standaard voor eigen volk niet verder komt dan een gelijkspel.